Vandaag verhuist Benjamin van Friesland naar Zuid-Holland, 230 kilometer op de fiets. En ik ga een dagje met hem mee. Let's go! Het plan is dat ik vandaag in mijn laatste etappe fiets van Almere naar Zoetermeer. Ongeveer 80, 85 kilometer. Ik zit inmiddels al over de 4000 euro. Waarom doe ik dit? Het was meer een grapje. Zo van mijn moeder zei, ga gewoon lekker op de dag van de verhuizing naar Zoetermeer fietsen. Een paar dagen later dacht ik, hey, ja, dat is een leuk idee, ik ga het doen. En dat is aan het rollen gegaan en dan wordt het steeds groter en steeds groter. En nu mag ik de tweede etappe fietsen. Ja, ik woon op het dorp bij ons woont een gezin Eritrese vluchtelingen. Die ken ik heel goed en daarom dacht ik, dan is dit wel heel geschikt en leuk om dit te doen. Ik ben bij SOA terechtgekomen omdat ik een hulporganisatie zocht die met vluchtelingen bezig was. En zodoende kwam ik bij SOA uit, na een zoeken. Ik ben Joël, broer van Benjamin. Leuk, oké. Okay. Hey, en je gaat vandaag mee fietsen, begrijp ik? Ja, ja. Zie je er naar uit? Kijk je er tegenop? Nee, ik kijk er als gezin niet tegenop. Ik kijk er wel erg naar uit om gewoon een mooi stukje mee te fietsen en wat steun te geven als dat nodig is op de momenten dat het moet. Verwacht je dat die steun nodig heeft? Denk het niet, maar je weet me nooit aan het einde van de rit. Dus dan ben ik er en dan trek ik hem doorheen. Top, oké. Okay. Dat ze een stukje vrede en een stukje thuis mogen krijgen. En een stukje warmte daar in dat land. Ben je mijn fiets? Wil jij daar ook iets waar jij goed in bent inzetten voor mensen die geraakt zijn door natuurgeweld of conflicten? Laat het ons dan even weten bij SOA en misschien ben jij de volgende die ik kom filmen. Hey, Benjamin, wacht! Die gast niet bij te houden, joh!